Goedenavond. Heb jij de wilskracht, het doorzettingsvermogen en de algemene kennis om vanavond met 1 miljoen euro naar huis te gaan? Je ziet het vanavond in de XXL gameplay van Lotto Weekend Miljonairs. Toen ik een paar weken geleden erachter kwam dat één van mijn lievelings televisieprogramma's is omgezet in een spel voor de Nintendo Wii, wist ik, deze game moet ik hebben. Nou kan ik de game gewoon downloaden in het Engels, gebaseerd op de Engelse versie van het televisieprogramma Who Wants to Be a Millionaire? Er is alleen één klein probleem. De vragen zijn niet alleen in het Engels, dat is geen probleem. De vragen zijn gebaseerd op Engels. Heel veel Nederlandse vragen gaan over Nederlandse, bekende Nederlanders, Nederlandse topografie. De Engelse versie gaat dus over bekende Britten. Wie zijn die gasten? Ik heb geen idee. Dus ik heb stad en land afgezocht voor de Nederlandse versie van deze game. Ik heb een paar weken later kwam ik hem opeens tegen voor 8 euro in de tweedehands koopjesbak van de Game Mania. Ik was nog nooit zo blij dat die gamewinkel nog niet failliet is. Dus, Lotto Weekend Miljonairs voor de Nintendo Wii. Ik hou gewoon heel erg van dit televisieprogramma. Ik kijk dit programma soms zelfs terug op YouTube. Puur omdat ik hou van quizprogramma's. Dat is het vooral. Het is en gewoon entertainment om naar te kijken. En je leert iets. Als je een vraag fout hebt, heb je iets geleerd. Je leert letterlijk van je fouten. Dus ik heb een beetje gekeken. Deze game bevat meer dan 1000 verschillende vragen in verschillende categorieën. We gaan vandaag proberen het miljoen aan te tikken, maar ik kan niks beloven. Waarschijnlijk heb ik heel veel hele makkelijke dingen fout. Gaat iedereen in de comments weer een mogol noemen. Zo gaat het eigenlijk altijd. Je raakt eraan gewend. Ben je er klaar voor? Dan is het nu tijd voor Weekend Miljonairs. Oh yeah. Hier is de eerste vraag. Op naar het grote geld. Welk voorwerp stond centraal in de Monica Lewinsky affaire? Ik vind het vaak is de eerste vraag een hele makkelijke vraag. Deze game komt uit 2007. Ik denk dat voor sommigen misschien niet eens weten waar dit over gaat. Terwijl de eerste vraag is vaak echt een inkoppertje. Dit gaat over Bill Clinton die seks had met Monica Lewinsky. Tenminste, dit is de I did not have sexual relationship with that woman. Het ging om een sigaar, geloof ik. Goed gedaan. Hij was dan ook lekker begin. De sigaar. Ik vind het een redelijk moeilijke eerste vraag. 50 euro waard. Met welke kleur werd de regeringscoalitie van VVD, D66 en PvdA aangeduid? Voor mij, ik weet redelijk zeker dat dit paars is, maar dit is echt politiek van 10 jaar geleden. Dus het feit dat de game wat ouder is, werkt niet in ons voordeel. Ik denk paars, dat is de enige die ik me nog echt kan herinneren. Van, ik weet dat Pim Fortuyn zat te hakken op paars. Goed gedaan. Is het paars? Je hebt 50 euro gewonnen. Nice. Nu denk je dat ik slim ben. 125 euro voor het juiste wat is een petit four? Oeh. Een petit four. Je zou zeggen, als je gewoon het woord ontleedt, klein, vier. Dus een klavertje vier is dan, dan redelijk logisch. Maar ik ken het woord ook een beetje, dus ik gok op een klein gebakje. Ik vind het moeilijk. Mijn Frans is niet zo bon. Niet zo bon. Ja, ik ken het woord en het lijkt me. Of het is een koude salade. We gaan er gewoon al in. Weet je, we hebben hulplijnen. Voor de mensen die trouwens niet weten hoe Lotto Weekend Miljonair werkt, je hebt 15 vragen, ze worden steeds moeilijker. En je hebt 3 hulplijnen. Je hebt de 50-50, die streept 2 foute antwoorden weg. Je hebt de hulplijn, mag je iemand bellen die het wel weet. En je hebt publiek, dan gaat het publiek eventjes heel mooi allemaal stemmen. Het ding is, zowel het publiek als de hulplijn zijn onbetrouwbaar. Ik heb wel eens een vraag gehad waar 80% van het publiek zei het A en dat het gewoon niet A was. Ik ga denk ik toch gewoon al mijn geld inzetten op een klein gebakje. Maar het zou ook een klavertje 4 of een salade of een jurkje kunnen zijn. Ik heb echt geen idee. Ja, ik wil toch die hulplijnen bewaren voor later, anders komen we nooit bij dat miljoen. Klein gebakje. Heel goed. Juist nice. Antwoord voor 125 euro. Op je gevoelens afgaan. Precies. Het gaat heel goed. Je hebt nog 3 hulplijnen. Hoe noem je een met een diamanten bezet oorsieraad? Het is sowieso geen zegelring en ook geen medaillon. Het is sowieso een girandool of een collier? Nou, is collier het enige woord dat me niet zegt, maar misschien is het dan juist een girandool. Het is het perfect moment voor de 50-50. Wat ze dan vaak doen is dan krijg je precies de 2 antwoorden waar je tussen twijfelt. Die strepen ze niet weg. Doe maar 50-50 dan. Oké, je wilt je 50-50 inzetten. Veel te veel in het spel al. We laten de computer gewoon 2 foute antwoorden weghalen, zodat het juiste antwoord en 1 fout antwoord overblijven.
Oh, oké, okay, dan is het een Girandol. Ik heb zelf een zegelring. Als daar diamanten in zouden zitten, zou ik het Als merken. Je deze vraag goed beantwoordt, ga je met minimaal 500 euro naar huis. Bij welke marktvorm beheerst één aanbieder het totale aanbod van een goed? Een monopolie. Dat is het juiste antwoord. Goed gedaan. Ik vind de muziek die erbij hoort ook echt heel vet. Het voelt echt alsof ik in een programma zit. Robert den Brink tegenover me of Jeroen van der Boom in de latere versie van het programma. Hoe wordt de commissaris der koningin van Limburg genoemd? Hulp inroepen van dit fantastische publiek. Commissaris der koningin van Limburg genoemd. Dat is gewoon, I don't know man. Echt geen idee. Fucking Limburg, ik kom daar nooit. Hij wil haast van prins zeggen dat het gewoon een rare carnavalsgrap is. Een burgervader klinkt me grappig. Ik ga het publiek inzetten voor deze, okay, deze publiek, banger. We hebben jullie hulp nodig. Yes, pak kom maar door. De stemkastjes erbij en wees klaar om te stemmen nu. We gaan echt nooit een miljoen halen. Ik ben nu al twee hulplijnen kwijt. Fucking Limburg. Ik denk dat het de gouverneur is van Limburg. Toch wel, ja. Wat een opluchting. Het publiek kiest duidelijk voor B. Ik neem aan dat je hun advies opvolgt. Dat je hun advies volgt. Oké, okay, Nederlandse betaalstem. De gouverneur. Ik kan je vertellen dat het antwoord dat je me hebt gegeven... klopt. Goed gespeeld. 1000 eurotjes. Dat gaat lekker. Je hebt nog steeds een kans oh, om nee. een miljoen euro te winnen. Maar het hangt aan een zijden draadje. Je mag in welke een vriend stad? Bellen, dus hopelijk weet je het antwoord op deze vraag. In welke stad bevindt zich de Koninklijke Militaire Academie? Shit, man. Ik, om een of andere reden neig ik tussen Den Bosch en Maastricht. Mijn eerste ingeving was Den Bosch. En mijn Duits leraar zei altijd, als je een Duits examen maakt, eerste ingeving is meestal goed. Maar mijn eerste ingeving zei tegelijkertijd ook Breda en Maastricht. Dus waarschijnlijk is het Den Haag. Ja, eerste ingeving was Den Bosch, dan gaan we daar maar voor. Weet je het zeker? Je maakt het wel heel moeilijk, gast. Ja! Dat is het foute antwoord. Boeren. Shit, man. Ik heb jullie in de steek gelaten, kijkers. Ik weet het niet. Het is gewoon een moeilijk spel, oké? Okay? Nu tijd voor weekend. De vragen zijn best moeilijk. Hier is de eerste vraag. Op naar het grote geld. Welk paard hoeft nooit naar de hoefsmid? Dat is een zeepaardje. Thank you very much. Dat is correct. Dank je. We leren veel vandaag. We leren veel vandaag. Hier komt vraag 2. Deze vraag is 50 euro waard. Wie was John F. Kennedy in 1963 volgens zijn beroemde uitspraak in Duitsland? Ich bin ein Berliner. Ein Stuttgarter. Ein Hamburger. Naar Hamburg 125 verstand. Euro voor het juiste antwoord op vraag. Wat loop je als je iemand zonder succes probeert te versieren? Dat is toch zeker wel een blauwtje. Heel goed, het juist antwoord. Kijk, we gaan steady omhoog naar de top. Als we dit tempo even volhouden en nu worden de vragen moeilijker. Het gaat heel goed. Je hebt nog 3 hulplijnen. Probeer de volgende vraag te beantwoorden zonder een hulplijn te gebruiken. Welk stripfiguur heeft in zijn knapzak voor iedere noodsituatie een oplossing? Oei oei oei. Ik weet dat ze in de bommelstrips hebben ze al dat is toch van de Tom Poes verzinnen list. Ik had gewoon gehoopt dat Inspector Gadget er zou staan of zo, maar ik heb wel eens wat Broer Konijn verhalen gelezen in de Donald Duck. Ik heb nog nooit iets van Douwe Dabbit Sport Billy of Olie B. Bommel gelezen. Laat iemand gaan bellen. Gewoon voor de leuk. We kunnen kiezen uit Suzanne. Vrienden het antwoord op deze vraag weet. Kies iemand, zij weet... dan bellen we diegene op. Suzanne van 29 weet alles over Aziatische eten, yoga en design. We hebben Harry van 10, aardrijkskunde, zwemmen en internet. Zijn een typische Minecrafter. Laura van 11, schaatsen, gedichten en lezen. En Marie van 45, joggen, architectuur en jazz. Ik ga toch voor de kinderen. Ik denk dat ik... Ja, Harry is wel mijn main man eigenlijk. Harry, hit me up, fam. Ga even Harry bellen. Hopelijk weet hij het antwoord op deze moeilijke vraag. Ik weet zeker dat het B is. Douwe Dabbert. Damn. Zulke heb je iets in dit spel. Heel goed gedaan, dat is correct. Dankjewel, Harry. You're my main man now. Als je deze vraag goed beantwoordt, ga je met minimaal 500 euro naar huis. Waarvoor staat de D in de naam van de politieke partij? D66. These nuts! Dat zijn de democraten, als het goed is. Heel goed gedaan, dat is correct. Dat staat nog steeds voor these nuts, maar democraten is rekening ook goed. En hier komt vraag 6. Oeh, ik heb geen idee. Wie schreef de roman? Gimmick. Ik heb zowel boeken van Joost Zwagerman en Ronald Giphart gelezen. Dat is een goed begin. Dus die niet, denk ik.
Nederlandse literatuur. Ik ben geen leraar Nederlands. Dit is niet mijn huis. Ik ga voor Charles Bukowski. Gewoon omdat je af en toe een risico moet nemen in het leven. Het ergste. Dat is een fout antwoord. Joost! Lul! Ben je er klaar voor? Yo, Joost. Dan is het nu tijd voor Weekend Miljonair. Oh. Joost. Hier echt, als ik meedeed aan het televisieprogramma. Bij het televisieprogramma, vooral als de bedragen steeds hoger worden, gaan ze heel veel tijd rekken. Echt 5 minuten per vraag. Fucking irritant. Wel, want ja, gaat veel geld in het programma om. Als je keisnel door het programma heen gaat, raak je heel veel geld kwijt. Hoe noemen we het behendig stelen uit de jaszakken of tassen van anderen? Het zakken rollen. Het is een prima start. Het is het juiste antwoord. Het is een prima start, ben ik het zeker mee eens. Welk kledingstuk is in het Frans ook een complimentje? 50 euro. Oeh, leuke. Het is een hoed, namelijk een chapeau. Van de Boema meme. Je hebt 50 euro gewonnen. Chapeau. 125 euro voor het juiste antwoord. Wat is de letterlijke betekenis van El Capone's bijnaam Scarface? Litteken gezicht. Juiste antwoord. Nou, is een beetje Engelse taal erin. Netjes hoor. Nog 2 goede antwoorden en je hebt 500 euro. Welk Pargoens woord betekent niet dronken? Cassie Weil is een woord dat ik werk wel eens... Oh ja. Oeh, je bent kacheltje lam. Je bent helemaal Lazarus. Dus ik denk dan blauw. I'm blue, dabbedee. Ja, ik ga voor blauw. Wat een rampzalig. Het is Cassie Weil. Wat is dat dan wel? Kut, sorry. Ik zuig zo hard. Oh, mijn kijkers haten mij. Hier is de eerste vraag. Op naar het grote geld. Waar kun je een langspeelplaat niet op afspelen? Pick-up, een cd-speler toch wel. Ja. Dat is een prima start. Het is een grappig feitje antwoord. Over de grammofoonspeler. Heb ik afgelopen week geleerd. Vroeger had je gewoon zo'n grammofoonspeler. Had je een LP, een langspeelplaat, met een naald erop. En had je zo'n hele grote hoorn erop. Die dingen ken je vast wel van cartoons en zo. Die hoorn kon je niet harder of zachter zetten. Dus als hij zachter moest en je wil toch geluid hebben, dan stopten mensen er een sok in. Hey, wat leuks. Welke kleur heeft de draad die spreekwoordelijk overal doorheen loopt? De rode draad. Dat is het juiste antwoord. Nice. Ik hoop echt dat we deze aflevering in ieder geval de 16.000 nog een keer kunnen aantikken. €25 voor het juiste antwoord op vraag 3. Hoe heet de typische Hollandse vinding waarmee je flessen kunt leegschrapen? Bedoel je zo'n... zo'n ding waarmee je... Wij noemen dat altijd een... Ik weet wat je bedoelt, toch? Als je maar... Ja, maar het gaat over flessen dan. Ja, maar dat is een pot pindakaas bedoelen. Het is een likker, toch? Nog iets likker. Een yoghurtsnikkel. Een vrekkentrekker. Ik denk een flessenlikker dan. Alleen, ik ken hem dan zonder flessen. Maar we kennen hem wel. Dat je zo in dat laatste beetje aan het potje kan halen. Een pottenlikker of zo, dat ding dan. Heel goed. Een flessenlikker. Oké, okay, nee, hij is goed in ieder geval. 25 euro. Beetje veel verwarring, maar het goede antwoord is binnen. Nog 2 goede antwoorden en je hebt 500 euro. In welke hier stad staat het uit 1622 daterende standbeeld van Erasmus? Ik neem aan... Oh, shit. Nou is de vraag, het gaat natuurlijk hetzelfde als de Erasmusbrug, die staat daar ook. Alleen ik ben altijd in de war of dat nou die ene brug in Groningen of in Rotterdam is. Dat is Rotterdam, toch? Toch? Of ben ik nou in de war met die ene... Nee, het Erasmusbrug staat in Rotterdam, toch? Toch, please? Ja, toch? Ja, ja? Nee, kut! 250 euro als dat klopt. Is het klopt toch? Het is het, juiste antwoord. Yes, het is goed. Klasse. Okay. Ik twijfel heel even, ik wil het gewoon niet meer fout hebben, oké? Als je deze vraag goed beantwoord, ga je met minimaal 500 euro naar huis. Wat is een spotnaam voor een infanterist? Infanterist. Infant, zou je zeggen, kind. Iemand pedofiel, zou je... Dat stond ik daarvoor gekozen. Een boskikker? Een angsthaas? Oh ja. Ik denk dat... Al die andere dingen slaan sowieso nergens op. Of is het een zandhaas? Oeh. We gaan voor angsthaas, denk ik. Infanterist... Het. Dat is het foute antwoord. Toch zandhaas. Ja, verdomme. Ben je er klaar voor? Dan is het nu tijd. Ik heb wel zo het gevoel dat ik een redelijk breed concept heb van algemene hier kennis. Is de eerste vraag. Op dit valt tegen. Hoe wordt ook een levenslied ook wel genoemd? Een sudderlap, een smartlap, een boetslap of een ooglap? Doe maar een smartlap dan. Het is een prima start. Het is het juiste dat antwoord. Is een prima start. Dankjewel. Hier komt vraag 2. Deze vraag is 50 euro. Is het leuk? Welke bouwmarkt vind je ook in het Griekse alfabet? De Gamma. Uitsteken. Je hebt 50 euro verdiend. Lekker dan. 125 euro voor een jaar. Vraag 3. Welke plaats in België is ook de titel van een mega hit van ABBA? Ik neem maar dat ze dan... Waluwa, Waluwa, Waluwa,
Anu of Abba heeft nog een heel bekend nummer dat ik niet ken. Nog een mega hit, gebaseerd op een locatie. Nog twee goede antwoorden en je hebt 500 euro. Hier is vraag nummer 4. Welk diersoort is tevens een benaming voor een afneembare snelbinder? Dat is een spin. Je krijgt 250 euro. Kom maar met dat geld, kom maar met dat geld. Where's the money, bitch? Juiste antwoord. Dat is de antwoord, dank u wel. Er is trouwens ook een tweede versie van deze game. Er staat namelijk op, zie je dat? Eerste editie. Er is een tweede versie van de game waar je kan spelen met je Mii. Het is wat meer in de studio in plaats van alleen zo'n lelijke overlay. Als iemand toevallig die game in zijn bezit heeft, alsjeblieft stuur me een mailtje en stuur hem naar je op. Ik wil hem best van je kopen voor een tientje of zo. Ik kan er op het internet vrij weinig over vinden, de tweede editie van deze game. Dus als je hem hebt, maak me er blij mee. Wat heeft Luxemburg als staatshoofd? Ik geloof een groothertog. Pretty sure dat ze geen koning hebben. Dat ze een groothertog hebben. In mijn hoofd klinkt dit heel logisch en heb ik het recent een keer gelezen of gehoord. Maar het zou ook een keizer kunnen zijn. Ga voor de groothertog, fuck it. 250 euro. Ik moet de hulplijnen bewaren voor later, dat spijt me. 500. Hey. Ik ben kenner van alle groothertogen. Dat is een lelijk. Ik ben er gewoon voor gegaan. Alle andere keren dat ik... Hoe noem je een blauwe edelsteen? Euro. Aha, dat is natuurlijk een saffier. Pokémon Sapphire. Het verschil tussen een robijn en een saffier is echt grotendeels van de kleur, geloof ik. Smaragd is groen en amethyst is meestal paarsig. Ik kan je vertellen dat het antwoord dat je me hebt gegeven... Ja, goed is toch? Klopt. Yes! Je hebt 1000 euro gewonnen. Het is soms heel moeilijk om het verschil tussen een robijn en een saffier te bepalen, geloof ik. Nu begint het ergens op te lijken. Je krijgt 2000 euro voor het juiste antwoord op de volgende vraag. In welke Nederlandse stad ligt de wijk Charleroi? Klinkt erg Fransig. Het zal maar niet in Amsterdam liggen, want daar heb ik echt nog nooit van gehoord. Ik ga denk ik het publiek vragen voor deze. Oké, publiek. Ja, we moeten een keer hulplijnen gebruiken, anders komen we zo niet op. Pak je stemkastjes erbij. Topografie is wel echt mijn grootste zwaktepunt, samen met popcultuur, muziek, literatuur. Eigenlijk alles wat niet wetenschap is. Het is Rotterdam. Oké, ja. Maar als ik een stad iets Frans toe moest kennen, zou ik denk wel voor Rotterdam gegaan zijn. Kun je daarin meegaan? Tot nu toe, bijna iedere keer dat ik een vraag had over een Nederlandse stad, was het Rotterdam, dus... Ga je 2000 euro winnen? Ja hoor, want het antwoord was goed. Yes! Goed gespeeld. Dank je! Ik ook van jou! Vraag 8 is 4000 euro waard. Neem alle tijd, maar zorg dat je het juiste antwoord geeft. Hoe heet de leer die alle staatsgezag afwijst? Is dat conservatisme, dat is alles hetzelfde houden? Nope. Utopisme is gewoon een perfecte wereld willen. Fascisme, wat we in de politiek hebben. Als ik sommige mensen mag geloven, dat zal wel anarchisme zijn dan. Weet je het zeker? Dat gaan we niet zo lopen doen, hè? Tuurlijk weet ik dat zeker. 2000 euro, nu heb je er 4000. Goed gespeeld, dat was het juiste antwoord. Innerlijke anarchist komt naar boven. Freedom for the peoples. Je bent in vorm. Vraag wat 9, was de voorloper de van wat nu Koninginnendag heet? In je zak. Oh shit. Dubbelen tot 8000 euro. Oei. Zeg maar, ik dacht eerst dat gewoon zeggen Koningdag. Het was eerst Koninginnendag. Maar hoe heet de Koninginnendag voordat het Koninginnendag was? Was het toen weer Koningdag? Dat was het Prinsessendag. Prinsessendag klinkt als iets dat heeft bestaan. Laten we iemand bellen. Toch laten bellen. Laten we hopen dat een van je vrienden het antwoord op deze vraag weet. Ik stel voor om... Robert houdt van programmeren, science fiction en fietsen. We gaan Marie vragen. Zij is zo'n vrouw die echt heel veel RTL Boulevard kijkt. Heb je al die dikke gast? Of was het shownieuws? I don't know. Die dikke gast die had het praten over het Koningshuis. Dit weet jij. Dit heb jij meegemaakt, Marie. Je hebt op de rommelmarkt gestaan. Dit weet jij. Ik denk dat het B is. Oh, als het niet B is. Ik vermoord je hele fucking gezin. Ik sta nu bij 8 vragen. Goed, je kan het niet van me afpakken. Het klonk niet erg overtuigend. Ik twijfel echt aan Marie. Ik vind haar niet te vertrouwen. Ze is dat deze rommelmarkt geweest, toch? Als dit niet het goede antwoord is, verlies je 3500 euro. En het is fout. Kut! Hoer! Godverdomme. Ik dacht dat het Prinsessendag was, maar ik ging gewoon met Marie mee, hè? No. Dan is het nu je tijd weet maar voor weer, weekend vrouwen van middelbare leeftijd niet te vertrouwen. Echt waar. Hier is de eerste vraag. Ik was zo ver! Dat is een lekker begin. Man. Vraag 2. Deze vraag heel goed gedaan. Dat is 007. Nice. Welke band met Bob Fosco bracht ooit de single Poep in je hoofd uit? Dit weet ik! Dit zijn de rachende mannen, man! Een vraag over poep in je hoofd. Ik zat dus een tijdje met Ivo te discussiëren over welke nummers we nog willen coveren. En ik wilde oprecht graag een cover doen van Poep in je hoofd.
Voor de mensen die niet kennen, het gaat zo. Poep in je hoofd, poep in je hoofd. Wat maakt het uit als je maar gelooft? Poep in je hoofd, poep in je hoofd. Zal ik jou eens even lekker in je bek schijten? Of heb je al poep? Poep in je hoofd. Vraag nummer 4. Wat is de informele benaming voor een vliegtuig? Een doos? Een krat? Een kist of een bak? Ja. Ik vind het moeilijk, laten we de 50-50 doen. Oké, je wilt je 50-50 inzetten. Ik denk kist. Trouwens, ik had achteraf gewoon een money op kist kunnen zetten. Of hij gaat hem nu weggestreven. Dan zijn we heel lucky. Zodat het juiste antwoord... Ik denk wel kist eigenlijk, nu ik er beter over nadenk. Ja, het is een kist. Je krijgt 250. Zonde van de 50-50. Klopt. Is nu fout. Juiste antwoord. Gewoon met heel veel zelfverzekerdheid het verkeerde antwoord gegeven. Als je deze vraag goed beantwoordt, ga je met minimaal 500 euro naar huis. Oh, kut. Wat is de titel van Salman Rushdie's Boekenweekgeschenk van 2001? Bitch please, dat was 17 jaar geleden. Oh, 17 jaar. Wie heeft 17 jaar geleden Boekenweekgeschenk gehad? Ik ga iemand bellen, man. Laten we hopen dat een van je vrienden... Iemand die je houdt van boeken? Kies iemand, dan bellen we diegene op. Nou, Henk zat toen ongeveer op school, joh. Nee, Suzanne zat toen... Oh, nee. Richard weet dat misschien. We gaan voor Suzanne, man. Misschien net... Of ja, weet je, Henk houdt wel van actiefilms, politicologie en roeien. Henk, kom maar door, kom maar door. Ik zou zeggen verliefd. Vind ik een mooie naam voor een Nederlands boek? Het moet wel B zijn. Woede. Spijt. Van Carrie Slee, precies. Oké, okay, dat is het heb je, dit is je laatste kans. Je kunt please alles verliezen. Gelukkig heb je me het juiste antwoord gegeven. Je hebt 500 euro gewonnen. Ik ga nooit een miljoen aantikken, of wel dan? Spijtig, spijtig. Goed gedaan. Je kunt de jackpot. Hey, dat weet ik wel. Eindelijk een vraag over literatuur die ik gewoon weet. Niet weet, is het maar te hopen dat het publiek het. Ik kan nu gewoon mijn kasten induiken en boek pakken. Dit is namelijk uit Animal Farm van George Orwell. Uit welke roman komt de zin? Sommige dieren zijn meer gelijk dan andere. Dat is natuurlijk Animal Farm, waarin gezegd wordt. Alle dieren zijn gelijk, maar sommige dieren zijn meer gelijk dan anderen. Dus het gaat eigenlijk een soort antwoord. Kritiek op het communisme. Dat is het zeker. Of iets in die richting. Ja, toch? Of was het kapitalisme? Je weet het niet eens meer. Je krijgt 2000 euro voor het juiste antwoord op de volgende vraag. Welke vrouwenversierder schreef het boek Histoire de ma vie? Ja, ik weet dat Don Quixote was in ieder geval een Fransoos. Dat is een goed begin. Quasimodo zou het wel niet zijn. Don Juan. Ik weet dat je hebt die, in de Donald Duck heb je altijd zo'n strip. Met een groene pelikaan-achtig papegaaibeest. Die altijd een nepnaam, waar die, als hij de ladies man was, dat was Don Juan. Dus daarom neig ik een beetje naar Don Juan. Don Quixote is de enige naam naast... Nou, Quasimodo ken ik ook wel. Wacht, het is natuurlijk... Het zal wel Casanova zijn, aangezien we vandaag vaak iemand die een vrouwenversierder is een Casanova noemen. Ik had niet eens naar tegengekeken eigenlijk. Het zal wel Casanova weet zijn, toch? Zeker? Je bent een echte Casanova, je bent een vrouwenversierder. Ga je 2000 euro ja, binnen? Ja, dat is wel goed, denk ik. Ja hoor, want het yes antwoord was goed. Gewoon goed bijna gespeeld de fout ingaan, omdat je gewoon niet alle antwoorden hebt gelezen. Klinkt als mij op de gemiddelde toets. Is 4000 euro waard. Neem alle tijd, maar zorg dat je het juiste oh, antwoord nee geeft. Welke piraat is in deel 2 van Pirates of the Caribbean tot het geloof bekeerd? Ik ga eerlijk met jullie zijn. Ik heb nooit de eerste drie Pirates of the Caribbean films goed gezien. Ik heb zeg maar 4 en 5 gezien. 5 laatst nog in de bios. Ik wilde echt nog 1, 2 en 3 gaan doen. ik bedoel, ik weet dat Jack Sparrow zit in Pirates of the Caribbean. Maar ik weet nog niet of het een inzichtvraag is in Pirates of the Caribbean. Dat je hem gezien moet hebben. Of dat je gewoon moet weten dat Jack Sparrow de hoofdpersoon is van Pirates. Dus we kunnen gewoon ons geld inzetten op Pirates. Ik weet niet of die andere mensen personages zijn. We gaan gewoon voor Jack Sparrow. Waarom zou hij dat geloof bekeren? Geen idee, maar het moet wel. Ja toch? Anders is het ook geen relevante plotlijnen, denk ik. Heb je 4000 euro? Ik hoop het maar voor je. Ik ben bang voor niets. Kutfilm. Gaan we ook niet meer kijken nu ook. Alle motivatie om ooit die filmserie nog in te halen is weg. Is het nu tijd voor Footsie. Weekend Billionaires. Nu ik stiekem alle antwoorden zo op mijn hier mobiel is zoeken. De eerste vraag. Op naar het grote geld. Waarachter is iemand spreekwoordelijk nat als hij onervaren is? Een nat achter de oren. Heel wat een raar spreekwoord is dat het eigenlijk correct als je erover na gaat denken. Wat een raar kanaal is Serpent Gameplay eigenlijk als je erover na gaat denken. Deze vraag is 50 euro waard. Hoe noem je een auto waar je het dak vanaf kan halen? Ik heb er net nog in eentje gezeten. Dat een cabriolet. Goed gedaan.
Er is zo'n heel flauw woordgrapje dat mijn broertje altijd heel leuk vond. Voor het juiste antwoord, was, vraag 3. Als jij even op die Chevrolet, schiet ik de banden van die Cadillac. Oh, dat grapje. Hoe maakt Haagse Harry duidelijk dat je ergens mee moet ophouden? Pleurt op! niet kapt. Kap na of nokke. Het is sowieso pleurt op of nokke. Laten we hier een 50-50 op inzetten. Ik ben niet bekend met het levenslied van Haagse Harry. Oké, je 50-50 inzetten. Geen probleem, we laten de computer gewoon twee fouten. Ik ben wel bekend met Haagse Johnny. Ik was vrienden met Haagse Johnny op Facebook. Ik ging ooit bij Economie een documentaire kijken over een... Ja, het zou ook kap na kunnen zijn, maar we gaan voor plut op. Je hebt twee fouten antwoorden toch? En het foute antwoord gekozen. Ja, godverdomme. Je had 50% kans het juiste antwoord te geven, maar dat heb je niet gedaan. Wrijf het er maar in! Ben je er klaar voor? Ik ben niet emotioneel stabiel genoeg om dit spel te spelen voor echt geld. Echt waar, ik ga kapot. Hier is de eerste vraag. Op naar het grote... Hoe wordt een vierwiel aangedreven auto aangedaan? 2x2 neem ik aan. Iets in mijn hoofd zegt dat 4x4, maar 2x2 is wel logisch. 2 voor, 2 achter, 2x2. Helaas. Het is toch 4x4? Maar waarom dan? Waar zit daar de logica in? Ben je klaar voor? Dan is het nu tijd voor Weekend Miljonair. 2x2 is toch wel logischer? Waarom heb ik de eerste vraag fout? Hier is de eerste vraag. Op naar het grote geld. Ik zei ook, in mijn hoofd was 4x4 het antwoord, maar 2x2 leek me zoveel logischer. Als het goed is, is een bok ook weer iets dat je bij in een gymnastiektoestel zou terug kunnen zien. Hier komt vraag 2. Deze vraag is... Een mierenneuker. Kijk, dit is televisievriendelijke antwoorden. Ik weet trouwens niet of jullie wel meekijken met het beeld, of dat heel veel mensen op de achtergrond aanzetten. En dan kan ik beter iedere keer de vraag voorlezen, zeg maar. Welke verzetstrijdster staat bekend als het meisje met het rode haar? Verzetstrijdster... Sonja Barend zegt me vaag iets. Als het Lydia rood was, hadden ze toen niet het meisje met het rode haar genoemd. Het is gewoon de rode rijder. Weet ik veel, we gaan voor Sonja. Helaas, dat is fout. Hannie schaft. Afschaffen die vrouw. Ben je er klaar voor? Dan is het nu tijd voor... We gaan echt nooit bij de miljoen komen, of wel dan? Hier is de eerste vraag. Op naar het grote geld. Welk tuingereedschap is ook een stijf en houterig persoon? Een hark. In principe, hoe moeilijk is het nou om 15 keer achter elkaar goed te gokken? Hier komt vraag 2. Dat is 0,25 tot de macht 15. Maal 100%. Dan heb je het antwoord. Hoe noem je met de Engelse termen vraag die meerdere antwoordmogelijkheden heeft? Many choice, maximum choice, multiple choice of much choice? Uitstekend. Je hebt €50 verdiend. Gaat lekker jongens, gaan hard. Naar wie werden bij het EK van 88 de oranje petjes met raste haar genoemd? Oeh, dat was Gullit toch? Gullit heeft mij toen dat winnende goal gescoord. Heel goed gedaan, dat is correct. Ruud Gullit, Mimang. Nog 2 goede antwoorden en je hebt €500. Welke Armstrong is meervoudig winnaar van de Tour de France? Is dat Louis Armstrong? Dat is de zanger. Lee Armstrong, even geen idee wie die gast ook weer is. Lance Armstrong of Neil Armstrong? Hou toch maar bij Lance Armstrong. Goed gedaan, dat is het juiste antwoord. Je kan er al een redelijk aantal wegstrepen. Louis Armstrong, ben ik recent een beetje veel naar het luisteren. Heeft een hele interessante stem. Het gaat heel goed. Je hebt nog 3 hulplijnen. Probeer de volgende vraag te beantwoorden zonder een hulplijn te gebruiken. Hoe heet het paard van Pippi Langkous? Nou, het is sowieso... Ik dacht meteen dat ik de vraag zag, dit weet ik vast. Toen kwamen de antwoorden, toen opeens dacht ik... Wacht eens eventjes. Ik heb tant hoeveel Pippi Langkous gezien. Ik dacht even meneer nog iets, maar ze heet het aapje van haar natuurlijk. Die heeft meneer nog iets. Die heeft een meneer in zijn naam. Aan de ene kant neig ik oprecht gewoon naar Americo. Terwijl ik weet 100% zeker dat ook het paard van Sinterklaas heet Americo. Ik ben niet retarded. Om een of andere reden is het... Jolly... Ik erger me echt, want ik heb echt heel Pippi Langkous gezien. Iets in mijn hoofd zegt echt Americo, maar Witje is gewoon een hele leuke, logische naam. Pippi Langkous is wel helemaal lijp. Ja... Jolly Jumper is te lijp. Ik ga denk echt gewoon voor Americo, maar... Het ziet er ook uit als een ammo dat ze erin proppen. Gewoon voor de grap. Van, het is paard van Sinterklaas. Natuurlijk is dat het niet. Ik ga toch voor Americo, denk ik. Maar als het Witje is, ik vermoord een klein gezin. Oh nee, dat is fout. Je gaat met lege handen naar huis. Kut. Wat een drama. Maar het is wel een gezellig drama, toch, kijker? Hoop ik vind je het fijn om hier te zijn en weer niet naar huis. Hoop bestanden van ketchup, bloed van mijn vijanden. Mijn tranen momenteel, daarom is het zo zoutig. Jeetje. Hier komt vraag 2.
Deze vraag is 50 euro waard. Welke Marco is al jaren gelukkig getrouwd met actrice Willeke van Ammelrooy? Marco van Basten, Marco Polo, Marco Borsato of Marco Bakker? Ik ken Borsato, Polo en Van Basten ken ik. Wie ze getrouwd zijn? Echt geen idee, gast. Zou Borsato getrouwd zijn met een actrice? Sneller dan Van Basten in ieder geval. We gaan voor Borsato, I guess. Dat is niet het juiste antwoord. De enige Marco die ik niet ken. Marco maar een eind op. Wie de fuck is Marco Bakker? Wat doet die man met zijn leven? Ik wil het weten. Marco Bakker. Wie is die gast? Misschien zie ik die foto en denk ik... Oh, dat is Marco Bakker. Oh joh. We gaan het opzoeken. Dit is een leermomentje weer, hè. Wie de fuck is Marco Bakker? Is het een gast die al 10 jaar niet meer relevant is? Dan kan ik er niks aan doen. Ik heb ook Marcie Bakker ingetikt met mijn grote worse vingers. Onder de artiestennaam Marco Bakker, Nederlandse operazanger en radiopresentator. Ja, hey. Die gast ondertussen echt stok oud, joh. Ik ken die hele andere vrouw ook helemaal niet. Misschien wil dit. Dan is het nu tijd voor Weekend Miljonairs. Weekend Miljonairs. Altijd tijd voor Weekend Miljonairs, toch? Hier is de eerste vraag. Dit is Zwijstein. Einstein? Zwijstein? Dreistein? Of Vierstein? Het is Einstein. Dat is een prima start. Het is het juiste antwoord. Duits-Amerikaanse natuurkundige. Hier komt vraag 2. Deze vraag is 50 euro waard. Wat is het beroep van Henk de Mol, de adoptievader van Alfred Jodokus-Kwak? Ik heb toevallig laatst nog een beetje op stream die muziek van Alfred Jodokus-Kwak gedraaid, maar dit is wel een hele moeilijke vraag. Ik ga er gewoon vanuit dat hij dezelfde vader heeft als Jezus Christus, dan is hij een soort van timmerman. Nou, gok je toch. We zien molenaar, we gokken er gewoon. Helaas, dat is fout. Je moet een keer gokken. Ik kan niet bij vraag 2 opleidingen gaan inzetten, kijk. En dan haal een miljoen nooit. Maar Rick, je haalt een miljoen sowieso nooit. I know, ik ben een wrak. Hier is de eerste vraag. Op naar het grote geld. Welke kleur heeft het cartoonfiguurtje Pink Panther? Hij is roze. Het is een prima start. Het is het juiste antwoord. Hier komt vraag 2. Deze vraag is 50 euro waard. Van welke bui word je doorgaans niet nat? Een giepbui sowieso wel. Een stortbui ook. Een plensbui ook. Dus dan gooi ik een pestbui. Goed gedaan. Je hebt 50 euro gewonnen. Is dat dan zo van dat het miezert en dat het dan zo een heel klein beetje nat wordt, dat het gewoon net irritant is? Of is het gewoon een heel ander woord? Is het gewoon, dat je gewoon een kuthumeur hebt, ik heb een pestbui op die manier, ja, dan moet je sowieso niet nat nemen. Met welke van deze 4 klassieke elementen heeft onze kroonprins veel affiniteit? Nou ja, hij heeft toch bij de mariniers gezeten en zo, dus dan gok ik water op die manier. Hij is ook leider van de vuurnatie. Ik ga voor water. Dat is het juiste antwoord. Goed gedaan. Hij drinkt ook wel eens vocht. Ja hoor. Vochtige mens. Twee goede precies. Antwoorden en je hebt 500 euro. Welke hier vogels kunnen 4. Vliegen? Zijn dat A. Struisvogels. B. Penguins. C. Flamingo's. Of D. Emus. Ik was ervan overtuigd dat emus geen vogels zijn. Toch? Dat emus is toch geen vogel? Is het ook wel een vogel? Ik denk dat flamingo's... Ja, maar die... Al deze beesten klinken niet echt alsof ze lekker airborne gaan, weet je wel. Struisvogels zie ik echt nooit vliegen. Ik weet dat in Zuid-Holland heb ik laatst flamingo's gezien. En ik denk, nou, die zijn hier vast niet helemaal heen gezwommen, toch? Maar aan de andere kant, in dierentuinen is dat hok gewoon open. Of doen ze dat zo heel gemeen, dat ze iets met die vleugels doen. I don't know, man. Puur omdat ik weet dat die beesten daar helemaal waren. Dat ik denk, hoe komen ze daar nou? Penguins kunnen net een beetje wel, dit is als een kip. Kan een kip vliegen? Nou ja, niet bepaald. Ze kunnen omhoog. Ik ga het publiek inzetten, omdat ik echt gewoon niet wil falen op deze publiek, vraag. We hebben jullie hulp nodig. Ik faal nu eigenlijk al, ik zet het publiek in. Maar, en hè? Wees klaar om te stemmen, nu. Ik had beter de hulplijn kunnen doen. Ik zit er vaker naast, op de lagere vragen niet. Ja, dat is toch flamingo's. Ik had het dus wel goed, de eer is dat een klein is beetje behouden. Mijn hart. Flamingo's kunnen vliegen. Vandaag weer kun wat geleerd. Kun je daarin meegaan? Nee, dat leek me dus ook. 250 euro. Dat was niet zeker genoeg. Klopt. Straks waren emus opeens ook vogels. En snap ik er geen bal meer van. Ik snap er sowieso geen bal meer van. Goed gedaan. Het gaat prima. Hier is je volgende vraag. Wat betekent de naam van de Parijse nachtclub? Moulin Rouge. Dat is de rode molen. Je had 250 euro. Zeer zeker. Nu heb je er 500. Goed gespeeld. Oké dan. Oké. Volgende vraag. Goed gedaan. Het gaat prima. Oeh, jij ook van. Vraag.
Hoe noem je een langwerpige met roomgevoelde soes die met chocolade is bedekt? Dat is een morkop. Je had 500 euro. Toch? En daar blijft het bij, want je antwoord was fout. Ik ben gewoon echt niet eens nagedacht aan gewoon morkop. Hé, dat klinkt bekend. Ben je er klaar voor? Dan is het nu tijd voor... Ik ben nou in de war dat bij een morkop zit zeker alleen slagroom in. Hier is de eerste en niet vraag. Erop. Het grote geld. Ja, dat vind ik flauw. In welke stad staat op de kruising van de Elkstraat en de Stoofstraat een Mennekepis? Dat is Brussel. Goed gedaan. Dat is als je dus zeg maar Brussel en Antwerpen had neergezet, werd het hier toch voor mij een beetje... Deze vraag is 50 euro waard. Waardoor zie je iets spreekwoordelijk als je het oogluikend toelaat? De vingers. Goed gedaan. Je hebt 50 euro gewonnen. Ik zag laatst iemand, een Nederlander, een buitenlander, dit spreekwoord uitleggen. Ja, you see it through the fingers. You know, like... Like this, you see it like, I don't want to see it, you see it through the fingers. Dat is grappig. Hoe noem je iemand met een ziekelijke neiging tot brandstichting? Ik, als ik klaar ben met deze quiz. Het is een Germaan, een pyromaantje natuurlijk. Een juist antwoord voor 125 euro. We gaan goed, we gaan hard. We hebben al 3 vragen goed, boom boom. Nog 2 goede antwoorden en je hebt 500 euro. Wat betekent het woord coolie in Indonesië? Oef. Zwerver, burgemeester, shower of grappenmaker? Ik denk grappenmaker. Helaas, dat is fout. Shower? Is het een woord dat ik zou moeten kennen? Het is nu tijd voor Weekend Miljonairs. Hier is de eerste vraag. Op naar het grote geld. Huisvest van de Koetemastal. Prima start. Het is het juiste antwoord. Hier komt vraag 2. Deze vraag is 50 euro. Was het geboorteland van zanger Helmut Lotti? Het zal wel gewoon Duitsland of Oostenrijk zijn, toch? Het spijt me. Maar dat is fout. Dat is België. I don't know, man. De achternaam klonk echt heel erg Duits. Dan is het nu tijd voor Weekend Miljonairs. Ik ken die helemaal niet. Help. Hier is de eerste vraag. Op naar het grote geld. 2 eenpersoonsbedden die naast elkaar staan. Het is sowieso geen twijfelaar. Dat is een beetje anderhalfpersoonsbed. Een stapelbed is dat ook sowieso niet. Een couchette klinkt een beetje als een klapbank, wat ook een bank is en een bed. Dat is een couch zit erin, dus het zal wel een iets jumeux zijn dan. Goed gedaan, dat is een lekker begin. Gewoon puur door middel van wegstrepenrijtes. Hier komt vraag 2. Deze vraag is 50 euro waard. Welke spray kan de politie inzetten als verdedigingsmiddel? Is dat haarspray, okselspray, intiemspray of papperspray? Uitstekend, je hebt 50 euro verdiend. Dank u. Gaat lekker. 125 euro voor het juiste antwoord op vraag 3. Wat is een ander woord voor eigenliefde? Narcisme, feminisme, patrionisme of heroïsme? Heroïnisme, het is narcisme dat natuurlijk. Is het juiste antwoord. Van narcissus. Yish. Het gaat heel goed, je hebt nog 3 hulplijnen. Waar in het lichaam bevindt zich het atrium? Oh, deze weet ik, dat is goed als je hart, toch? Je hartkleppen en een grote hartkamer of een kleine hartkamer? Ik begin al langzamerhand weer te twijfelen hoor, maar eerste ingeving toch? Je krijgt 250 euro als dat klopt. Het is het juiste antwoord. Nee, vaak is hij heel, als opeens de hele muziek wegvalt en hij begint heel uitgebreid te praten, je hebt nog is het vaak fout. Probeer de volgende vraag te beantwoorden zonder een hulplijn te gebruiken. Hoe wordt het openmaken en vormgeven van een tekst met behulp van een computer genoemd? Geen USB. DTP? Direct turn to turn? Het eindigt wel vaak op een P. Oh man. Text. Ik zit even te kijken waar de afkorting voor zou kunnen staan, weet je wel? Text program. Ik ga een 50-50 inzetten dan. Hopen dat USB overblijft. Oké. 50% kans dat je USB overhoudt met het goede antwoord. Geen probleem. Maar laat please, dat USB staan. 2 foute antwoorden weghalen. Nee, USB is sowieso het foute antwoord, dus je hebt minder dan 50% kans dat dit goed antwoord. Foute antwoord overblijven. Ja, hey. Hela. Ik twijfel echt heel erg. Ik ga toch voor DTP, denk ik. Dit is je laatste kans. Je kunt alles verliezen. Wordt weer genaaid. Gelukkig heb je me het juiste antwoord gegeven. Je hebt 500 euro gewonnen. Oh, kut. Wanneer je een 50-50 gebruikt, heb precies de 2 antwoorden tussen je twijfel blijven staan. Oh, gewoon pijn. Hier is je vraag. Als je het antwoord niet weet, kun je nog steeds een vriend vinden. Welk van de volgende eilanden is geen eiland? Is dat IJsland, Madagaskar, Fiji of Guatemala? Kijk. Madagaskar is sowieso een eiland, dat zit daar zo bij Afrika in de buurt. In Zuid-Afrika, een beetje die hoek van Afrika. IJsland is sowieso een eiland. Fiji, Japan,
dat weet ik. Maar is het zo'n klein eilandje? Buiten Japan? Of niet? In Guatemala. Daar is natuurlijk Guantanamo Bay waarschijnlijk. Als je een hele grote gevangenis hebt, blijkt op een eiland zetten me best wel handig. Fiji is water. Nou, dat is... Voor mijn gevoel is Fiji een eiland van Japan. Dus ik zet mijn geld in op Guatemala. Toch? Of niet? Toch of niet? Dat is heel goed in. Gedaan. Dat is nice. Correct. Nice. Nog een beetje topografie gepakt. Nu begint het ergens op te lijken. Je krijgt 2000 euro. Wat is de Latijnse naam voor het sterrenbeeld? Boogschutter! Het is sowieso niet Taurus, dat is stier. Piscis zal wel de vissenvanger zijn. Capricornus. Ja, het is voor mij redelijk zeker Sagittarius. Ook van mijn Skyrim shit. Ga je 2000. Maar misschien euro moet ik meer Skyrim spelen. Ja hoor, want nice. Het antwoord was goed. Goed gespeeld. Klein applausje voor mezelf, dat ik dingen niet verneuk. Vraag 8 is 4000 euro. Met welk land werd Zweden in 2000 verbonden met de Øresund-verbinding? Met welk land zou je verbonden willen zijn, is meer een beetje de vraag hier. Ik ga iemand bellen. Laten we hopen dat een van je vrienden... We hebben Jasmijn van 8, turnen, katten en piano spelen. Anne van 14, paarden, auto's en reality tv. Marie, die me al eerder in de kont heeft genomen met joke, architectuur en jazz. Of Nico, bergbeklimmen, geschiedenis, opera. Nico, je bent mijn man. Jij gaat ieder jaar daarheen, geloof ik. Red ik zeker, dit weet jij. Hij weet dit. Het moet wel A zijn, ja toch? Waarom zou je een verbinding willen met Letland, Duitsland of Finland? Ik neem aan dat je met het antwoord met je had Nico. 2000 euro. Nico! Nu heb je er 4000. Goed gespeeld, dat was het juiste antwoord. Oké, laat even die checkpoint pakken, dan win ik een keer 16.000. Bent in vorm? Ja, steeds beter! Geef je de kans om de 4000 euro. Van enthousiast ik een keer wel het antwoord weten. Dubbelen. Wat betekent het Franse woord fraternité? Het is het liberté, égalité. Fraternité, maar dan in de goede volgorde. Van de video, Big Taste Day. De McDonald's, de McBoycott video die ik gemaakt heb. Het is vrijheid, gelijkheid, broederschap. Je frater is dan ook je broer. Dus het is, als het goed is, broederschap. Weet je het zeker? Oeh, we gaan nou zo lopen doen. Dus egalité, liberté, ja, het is sowieso broederschap. Als dit het foute antwoord is, verlies je 35 euro. Het is... Niet het foute antwoord, het is het juiste antwoord. Ik krijg iedere keer een mini hartverzinking als het euro. Is niet het foute antwoord. Dit is een cruciaal moment. Als je deze vraag goed beantwoordt, ga je naar huis met 16.000 euro. Naar welke atleet is de ruglinkse sprong over de lat bij het hoogspringen genoemd? Zeg maar, de enige van deze namen die me iets zegt is Yurchenko. Of Salcho. Ik wil die 16.000, maar aan de andere kant, we moeten gewoon door. We moeten die hulplijn bewaren voor als we nog een keer die miljoen willen pakken. Ik ga al in op Yurchenko. Ja, ik ga het doen, denk ik. Ik ga het doen. Hou me vast. Pak mijn hand, alsjeblieft, kijker. Ik heb geen idee of jij het wel weet, maar pak alsnog mijn hand eventjes. Dit is een momentje voor jou en mij samen. Oké, ik ga het doen. Als dit antwoord klopt, ga je naar huis met minstens 16.000 euro. Kut. Ik hoop maar dat je mijn hand er vasthoudt. Ik heb het toch een potje verdrietig. Welke Guus bracht door met de hit Het is een Nacht? Guus Hiddink, Geluk, Meeuwis of Flater? Dat is Meeuwis. Geluk is wel de betere Guus, maar dat even terzijde. Wat hebben paarden en leeuwen in de nek hangen? Manen. Heel sterrenstijl zoals het even kan. Op welke dag zong het roodharige beestmeisje Annie? Tomorrow, there'll be sun. Tomorrow. Goed gedaan. Morgen. Yes, oké, okay. got one. Nog twee goede antwoorden en je hebt 500 euro. Hoe wordt een fout in een computersysteem of programma genoemd? Een bug, een patch, een terminal of a crack? Dat is een bug. Goed gedaan, dat genoemd is het juiste antwoord. Ja, dat was geloof ik oorspronkelijk, de term was wel ouder. Ik had oorspronkelijk een feitje voor een video, maar ik had het feitje weggegooid omdat het niet waar was. Antwoord, ga je met minimaal was bij, ik geloof de Universiteit van Harvard in 19... begin. Dat is nog echt... Terwijl computers doen niet heel erg een ding. Echt van die gigantische kasten, weet je wel. Dus op een gegeven moment werkte de computer niet. Toen bleek dat er ergens een insect vast zat in het moederbord. Een bug in de computersysteem. Alleen toen, daar komt de term dus niet vandaan. Dat was al eerder, maar ze vond het wel grappig dat de bug was dat werk. Een bug. Prachtig. Langs welk pad liepen vroeger paarden die trekschuiten vertrokken? In principe lichten is natuurlijk ook een ander woord voor optillen. En trekken. Dus ik weet dat je inderdaad vroeger had je trekschuiten met paarden.
in het licht een pad heel logisch is. Voor ja, het feit dat ze tillen. Dus ik ga voor licht. Oh nee, dat is fout. Je gaat met lege handen naar huis. Waarom hebben jullie een keer van die antwoorden die best wel logisch klinken, maar dan niet zijn? Ik vind het echt jammer van jullie. Tijd voor Weekend Miljonairs. Wil ik dit nog wel? Hier is de eerste vraag. Op hoe wordt de kip boerderij ook genoemd? Tok tok vee. Doe maar plein vee. Prima start. Het is het juiste antwoord. Prima start. En daarna gaat alles weer kapot, zoals altijd. Hier komt vraag 2. Deze vraag is 50 euro waard. Hoe heet het ronde, kant-en-klare koffiefiltertje voor één persoon? Een pad. Uitstekend. Snake, lizard, frog, pad. Verdiend. Wat is een aorta? Kijk, voor het juiste antwoord. Een hoofdslagader. Dingen over het hart, dat weet ik gewoon, man. Daar ga ik hard op. Nog twee goede antwoorden en je hebt een Nederlandse naam voor de hippopotamus. Ik dacht meteen aan een stukje in de hersenen, maar het gaat hier gewoon over het nijlpaard natuurlijk. Dat is het juiste antwoord. Je verdient 250 euro. Gaan hard, gaan lekker. Als je deze vraag goed beantwoordt, ga je met minimaal 500 euro naar huis. Wie is de geestelijke vader van Willy Wonka, de eigenaar van de chocoladefabriek? Dat is natuurlijk sowieso Roald Dahl. Ja, prima. Ik geloof dat de boeken heet trouwens niet Sjaki en de chocoladefabriek. Of ben ik nou gelukkig heb je me het juiste. Wat te maken met dat. Ik geloof dat. In de boeken heet het geloof ik Willy Wonka chocoladefabriek of zo. En voor de film is dat vooral naar Sjaki en de chocoladefabriek. En hier komt vraag 6. Of nee, wacht. Euro. Concentratie. Ik geloof dat de film heet iets met Wonka erin. Dat had weer te maken met dat een bepaald chocolademerk het had gekocht. En ze wilden op die manier de film meer promoten. Of juist Charlie en I don't know, man. Het boek en de film hebben een andere naam. Snap je het nog? Ik ook niet. Hey, dit weet ik. Nice, een vraag over Stratego. Dat is goede shit. Welke pion moet je veroveren om te winnen bij het sportspel Stratego? Nou ja, als je een maarschalk verovert met je spion, dan gaat dat zeker goed. Ik vrees het ergste. Dat is een fout antwoord. Oh. Natuurlijk. Ik dacht even dat ze iets zeiden over welke spion moet je... Ik heb ergens het woord spion gelezen en ben toen blind op Mars. Natuurlijk is het de vlag. Oh my god. Rick, hoe functioneer jij op een universiteit? Ik heb geen idee, man. Echt geen idee. Het is de first lady. Het is echt... Dit, laat me weer zien. Dat gewoon dat werk, de vraag twee keer lezen... Je echt heel veel pijn kan besparen op een multiple choice vraag. Dit is het verschil tussen wel of niet je examens halen, dames en heren. Maar als iemand geboren was, hij overal de deuren openlaat. In het Nederlands in de kerk. Heel goed in het gedaan. Engels in een barn. In een boerderij dus. 125 euro voor het juiste antwoord op vraag 3. Wat is de achternaam van de bekende nieuwslezeres Loretta? Ik geloof schrijver. Loretta Schrijver zegt iets. Heel goed. Juist geen idee wie dit is, maar... 125 boom, boom. Euro. Loretta Schrijver, zeer zeker. Nog twee goede antwoorden en je hebt 500 euro. Wat is een raddraaier? 4. In principe is waarzegger logisch, aangezien je maar wat doet. Dat je een raddraaier ook wel een waarzegger noemt. Zullen we het gewoon gokken? Want we hebben toch al zo vaak dingen fout gehad en we kunnen dit er nou bij gooien. Ik gooi het aan raddraaier en ik draai zelf aan het rad. Ik denk dat het een waarzegster is. Oh nee, je hebt een fout antwoord. Waarom dan? Ben je er klaar voor? Dan is het ik ben echt zo'n sukkel die een tv-programma letterlijk gewoon afgaat bij 1000 euro. Hier is de eerste vraag. Op naar het grote geld. Wat gooit de schipper overboord als hij zijn schip wil vastleggen? Het anker. Ik ben blij dat deze video 48 minuten lang is en dat ik niet nog langer af kan gaan. Hier komt vraag 2. Deze vraag is... Welke maand komt volgens onze kalender direct na oktober? Voor de mensen die maanden van het jaar moeilijk vinden, waaronder ik zelf, altijd een trucje. Je moet weten wat de Griekse maanden zijn. Zoals oktober is in het Grieks dat eigenlijk van octo, 8. Daar moet je dan 2 bij optellen. Oktober is de 10e maand. September is 7. Plus 2 is de 9e maand. November daarentegen is natuurlijk de 9e maand. Plus 2 is de 11e maand. Is de maand na oktober. Uitstekend. Hele moeilijke uitleg. Je kan het ook gewoon weten, maar in mijn hoofd werkt het altijd zo. 125 euro voor het juiste antwoord op vraag 3. Hoe heet de Griekse versie van het vleesgerecht shawarma? Ik neem aan gewoon gyros, gehaktreepjes met kruiden. Heel goed. Het juiste antwoord voor 125 euro. Ik heb meteen zin in gyros ook. Twee goede antwoorden en je hebt 500 euro. Hier is vraag nummer 4. Waarvan hield Jan Smit volgens zijn hit uit 1997? Zijn oma, zijn mama... Elle Mieke. Ik moet echt even... Ik weet dat er is een nummer over een Laura.
Maar is dat al uit 1797? Dat is vooral een beetje de vraag. Ik zit nu aan Nick en Simon. Ik heb gewoon in mijn hoofd Nick en Simon. Rosanne, ik weet dat er heel veel mannen zijn. Elke keer weer een andere, mij doet het pijn. Ja, het zou echt gewoon iedereen kunnen zijn op dit moment. Everyone's game right now. Ik weet dat er een nummer is over Laura. Ik wil je in mijn aura. Marloes onder de douche, precies. Ik ga voor Laura. Wat een rampzalig. Is het zijn oma? Oma, ik hou zo van jou. Gekker, echt. Ik weet dat ze heel veel incest doen en zo daar, maar... Die seks met zijn oma vind ik wel jammer van je. Dat is heel ergst. Vind ik persoonlijk erg jammer. Hier is de eerste vraag. Op naar het grote geld. Wat draagt iemand spreekwoordelijk als hij een slecht humeur heeft? Een koeienuier, een bokkenpruik, een geitensik of een olifantenhuid? Een olifantenhuid dat in dat je heel veel shit kan hebben. Dus dat gok ik niet. Ik heb voor de rest echt geen idee. Ik heb nog nooit van dit gekke spreekwoord gehoord. Ik heb iets misgegaan op de basisschool waar ik veel spreekwoorden heb behandeld. Ik denk een geitensik of een bokkenpruik. We gaan voor geitensikkie. Dat is geen goed begin. Nou, ik dat had in ieder geval... antwoord. Het was mijn tweede keuze, hè. 0 euro gewonnen. Wat ben je er klaar voor? Dan is het nu tijd. Nee, ik ben er niet klaar voor. We gaan vandaag 1 miljoen pakken. Nu of nooit. Hier is de eerste vraag. Op naar het grote geld. Wat was er speciaal? Een Kathleen Marion die in 2006 het Big Brother huis inging. Oei, oei, oei. Wat was er speciaal aan haar? Het feit dat ze biseksueel is, is in 2006 hoop ik niet heel, heel bijzonder. Als ze zwanger zou zijn, zou ik dat heel interessant vinden. Een zwangere vrouw Big Brother insturen. Dat was echt interessantheid. Transseksueel, is dat relevant voor zo'n programma? Is dat iets van, oh nee! Wow, wat is dit? Ik weet niet. In principe zou ik zwanger zijn voor de meeste ophef zorgen, denk ik. Zwangere vrouw, dol. Dat is yes, dat is goed. Hier komt wat is geen dier? Het hazenpad is geen dier. Gedaan. Dat is correct. Nog wel, tijgerslang, paardenvlieg. 125 euro voor het juiste antwoord op vraag. Wie speelt de rol van Dr. Hannibal Lecter in de film Hannibal? Ik heb zeg maar de Silence of the Lambs film gezien en Hannibal is daar het vervolg op. Ik geloof dat Anthony Hopkins hem speelt. Anders dan zou ik redelijk onredelijk zijn dat het Jack Nicholson is en Tom Cruise en Tom Hanks lijkt mij niet bepaald. Heel goed gedaan, dat nice. Is correct. We gaan 1 miljoen pakken nu hoor, sowieso. Nog 2 goede antwoorden en je hebt 500 euro. Hier is vraag nummer 4. Hoe wordt in het bijzonder het restant van een stuk stof of tapijt genoemd? Het restant. Jij hebt natuurlijk ik weet dat loper iets met tapijt te maken heeft. Ik vind Berber en Pers wel grappig. Het is ook grappig, want heel veel Persische mensen verkopen tapijten. En Persische tapijten zijn een ding. Laat ik hier de 50... Had ik me bellen. Ja, ik denk dat het Pers is, maar... Laten we hopen dat een van je vrienden het antwoord op deze vraag... We hadden anderen moeten bellen voor die vraag van net. Ze weet alles over reality tv. We bellen nu Marleen. Vreemde talen, aerobics en musicals. My girl. Kom maar met allemaal Marleen. Kom maar door. Moet wel C zijn. Coupon? Oh, is dat zeg maar dat stukje dat je zo mee naar huis kan nemen om te checken of je zeg maar matcht met je grond en zo? Is het zo'n stukje? Goed gedaan, dat is het juiste. Oh, ja, oké. Okay. 250 euro. Ik dacht wel aan gewoon een heel groot stuk dat nog over is en niet zo'n heel klein stukje. Als je deze vraag goed beantwoord, ga je met minimaal 500 euro naar huis. Oeh. Hoe wordt de middagvoorstelling van een toneelgroep op een circus ook wel genoemd? Soirée is avond. Déjeuner is, ja. Je hebt petit déjeuner, dat is natuurlijk het ontbijt in het Frans. Ik gok de matinée. Als in, dat lijkt op middag. Please, wees matinée. Dit is je laatste kans. Je kunt alles verliezen. Gelukkig heb je me het juiste antwoord gegeven. Je hebt 500 euro. Oké, we hebben al een paar vragen waar we een beetje doorheen zijn gelukt. We zijn een hulplijn kwijt, maar ik heb vertrouwen in dit potje. En hier komt vraag 6 voor 1000 euro. Oeh. Concentratie. Nou, ik neem niet net dat de eerste Nederlandse stoomlocomotief de Orient Express heet. Thalys. Nee, dat is sowieso Frans. Ik vind de Arend wel vet. Maar vandaag de dag... Vroeger kocht je altijd Railrunners. Dat waren kaartjes voor kinderen. Dus in principe zou je dan zeggen dat de Railrunner is. En dat was een throwback naar de eerste stoomlocomotief. Nog steeds de kaartjes zo noemen. De Arend zou ook gewoon kunnen. Ik denk dat Orient Express en de Thalys vallen sowieso waarschijnlijk wel af.
Laten we toch even de 50-50 inzetten. Later gebeurde er toch niks met dat ding, dus... Oké, je wilt je 50-50 inzetten. Geen probleem. We hebben even of Railrunner of de Arend weg. Alsjeblieft. Zodat het juiste antwoord en één fout antwoord overblijven. Ja, kut. De Arend is wel de enige Nederlandse. Zou ik haast zeggen, als het een Nederlandse is... Weet je wel, doe dan allemaal andere dingen eromheen om het een beetje te maskeren. Aan de andere kant, wie noemt de eerste Nederlandse trein nou weer een Engelse naam? Ik ga voor Railrunner. De Arend is ook een rare naam voor een trein. Hij vliegt helemaal niet. Je hebt twee foute antwoorden verwijderd en het foute antwoord gekozen. Waarom doe ik dit iedere keer? Iedere keer de 50-50 erop en het dan kapot maken. Oh man. Dan is het nu de tijd voor Weekend Miljonairs. Meer een goede naam voor het eerste vliegtuig, of niet dan? Hier is de eerste vraag. Op naar het grote geld. Hey, heel goed gedaan, dat is correct. Daar ben ik zeker van. Hier komt vraag 2. Deze vraag is... Dat gegeven paard om precies te zijn, maar prima. 125 euro voor het juiste antwoord. Yes! Ik ben Willem de Zwijger. Dat is weliswaar een geuzennaam. Fok je met mijn volk, breng ik binnen door je keukenraam. Een neukertje moeders, snuif poeder, neem maar op vakantie. Katholieke protestantse buigen voor mijn tolerantie. Antwoorden en je hebt 500 euro. Hier is vraag nummer 4. Oeh, noem je een kleine sigaren in het bijzonder? Corona zijn hele dikke sigaren. Cigarillos zijn ook hele grote dikke sigaren. Havana's ook, dus dan moet het haast wel een sticky zijn. Maar dat is meer een sigaretje of een klein jointje of zo, zou je zeggen, toch? Voor mij is het Cicarillo trouwens. Ik neem alles terug. Cicarillo. Heel goed gedaan, dat is correct. Gewoon even iets langer dan een seconde nadenken over dit soort dingen. Je hebt nog 3 hulplijnen. Probeer de volgende vraag te beantwoorden zonder een hulplijn te gebruiken. Waar kan men persoonlijke, spreekwoordelijk de niet officiële, maar toch belangrijke zaken horen? In de wandelgangen, toch? Heel goed gedaan, dat is correct. Goed spreekwoordje. We zitten op 500, we hebben alles heel blij nog. We gaan all in balls deep vanavond. En hier komt vraag 6 voor 1000. Hoe noem je in de wiskunde een hoek tussen de 90 en 180 graden? Oh, dat is wel een gestrekte hoek, denk ik, toch? Het is sowieso geen rechthoek, want die is 90 graden. Een scherphoek is juist heel klein. Het zou ook een stomphoek kunnen zijn. Maar ik denk dat een gestrekte hoek wel logischer is, toch? Alhoewel... Kut, dit is wel echt gewoon iets wat ik ooit in mijn leven geleerd heb. Ik had liever gehad dat je hoe noem je een hoek tussen de 0 en 90 graden, was het een scherpe hoek geweest, een hoek van 90 graden, een rechte hoek. Gestrekt of stomp? Voor mijn gevoel heb ik stomp aan de andere kant wel weer voorbij horen komen. Als ik terugdenk aan mijn wiskunde tijden, stompe hoek. Ja, ik kan ook een 50-50 gaan inzetten. Dan krijg ik sowieso die twee weer over, want ik game haat. Het lijkt alsof ze mijn gedachten lezen en dan je reed naar je. We laten de computer gewoon 2 foute antwoorden weghalen, zodat het juiste buren mag niet weer dood wil. Fout antwoord overblijven. Een haar in mijn mond. Ja, hey. Doe dan maar de stomphoek. Kom maar op. Dus is dat het juiste antwoord? Dat is het zeker. Goed gespeeld. Echt. Altijd! Nu begint het ergens op te lijken. Wat is de kans dat de 50-50 je zo vaak naait? Het juiste antwoord op de volgende vraag. Welke band zong de song It Must Have Been Love voor de film Pretty Woman? Ik ken alleen U2. Het is U2. Weet je het zeker? Ja. Dat is het foute antwoord. Kutzooi. Nog een potje ernaar. Weekend Miljonairs. Ik wil gewoon winnen. Hier is de eerste vraag. Op naar het grote geld. Ezel. Het is een prima start. Het is het juiste Ezels oren. Zeer zeker. Gewoon net al in de game spelen dat ik alle vragen een keer heb gehad. Deze vraag is 50 euro waard. Door welk apparaat kunnen Suske en Wiske avonturen in verleden en toekomst beleven? De tele-tijdmachine. Maar natuurlijk. Obviously. 125 euro voor het juiste antwoord op vraag 3. Wat slaat spreekwoordelijk op een varken als je grote onzin verkoopt? Tak? Dat was nog maar de derde vraag en je hebt een fout antwoord gegeven. Oké, ik wil nu gewoon even laten zien puur wat er gebeurt als je de game wel uitspeelt. Ik wil nog graag nog net zo lang door totdat ik het goede antwoord heb, maar ik wil deze video ook niet al te lang maken, want ik moet huiswerk maken, want ik ben duidelijk ben de sukkel klaar voor? Die dan is niks tijd weet. Voor. Dus.
Hier is de eerste vraag. We gaan even beginnen met tot ik het wel nog weet. En als het eruit begint te twijfelen over dingen, dan gaan we gewoon even googlen. Welke keten kunnen Whopper kopen? Burger King, bitch. Je hebt 50 nu weet ik opeens alles wel. Nu kan ik zeggen, ja, ik ga gewoon googlen. Dan lukt het opeens wel. 125 euro voor het jaar. Was de voornaam van de Engelse toneelschrijver en dichter Shakespeare. William. Heel goed. Juist antwoord voor 125 euro. Het gaat heel goed. Hoe heet een naaper in Engeland? Een copy monkey, een copy fish, een copycat of een copy dog? Je krijgt 250 euro als dat. Doe maar een copycat. Het is het juiste antwoord. Klasse. Klasse. Het gaat heel goed. Hoe heet de Universiteit van Rotterdam? De Erasmus Universiteit. Natuurlijk, net als de brug en het standbeeld. Ha, boom, boom, boom. Het had ook in Groningen kunnen zijn. Of het was allemaal in Groningen of allemaal in Rotterdam. Hier komt vraag 6 voor 1000 euro. Concentratie. Oké. Okay. Welke Franse term wordt gebruikt voor een voldongen feit? Het fait accompli, tour de force, raison d'être. Is een raison d'être niet een reden om te zijn? Dus is dat het juiste antwoord? I don't know, man. Dat is het zeker. Ook is toch verslavend. Het is leuker dan opzoeken, weet je. Nu begint het ergens op te lijken. Je krijgt 2000 euro voor een welk bewoond waddeneiland is qua landoppervlak het kleinst? Schiermonnikoog voor mij, pretty sure. 1000 euro. En met dat juiste antwoord heb je je bedrag verdubbeld. Yes, Schiermonnikoog is inderdaad best wel klein. Het is 4000 euro waard. Neem alle tijd, maar zorg dat je het juiste antwoord geeft. Hoe heet het beleid dat bij de regering niet ingrijpt in het marktmechanisme? Oh, ik dacht eerst dat ze zeiden dat ze het wel zouden doen. Macro-economie is vaak gewoon economie op grote schaal. Als je kijkt naar landen en dat soort dingen, dus dat is het niet. Econometrie, misschien is het econometrie, maar. Autarkie heb ik wel eens voorbij horen komen bij economie. Laten we 50-50 inzetten eerst. Oké, je wilt je 50-50 inzetten. Geen probleem. Misschien, ik neig naar laissez-faire. Twee foute antwoorden weghalen, zodat het juiste antwoord en één fout antwoord overblijven. Ja, oké. Daar heb ik echt geen idee. We kunnen ook iemand bellen. Kijken hoe ver we kunnen komen zonder vals te spelen. We kunnen ook gewoon gokken op autarkie. Misschien... Het woord fair zit er wel in. Fuck it. Als ik zou moeten gokken, zou ik voor laissez-faire gaan. Maar we gaan het gewoon even googlen, want ik even laten zien hoe het einde van de game eruit ziet. Voor de XO gameplay, hè. Oh ja, mijn internet ligt eruit. Ja, godverdomme. Hoe ga ik deze video ooit online krijgen, joh? Dat is een hele goede vraag. Ik heb deze game één keer eerder in mijn leven uitgespeeld. Ook door gewoon te googlen. Laissez-faire. Dus even, ik heb nu het verkeerd geschreven, maar... Grote worstenvingers weer. It's an economic system in which... transitions between private parties and are free from government intervention. Dus het was goed. Weet je het zeker? Ja. Je had 2000 euro. Nu heb je er 4000. Goed gespeeld. Nice. Dat was het juiste antwoord. Het juiste antwoord. Oké, nice. Je bent in wat vorm. Is een kampernoeltje? Vraag 9, geef je de kans. Geen idee. Ik denk een paddenstoel als ik zou moeten gokken. Tot 8000 euro. Met het feit dat er een chur in zit, dat zou ook een insect kunnen zijn. We gaan het dan even googlen. Ik zou voor paddenstoel gegaan zijn, denk ik. Kampernoeltje. Beschrijving der dieren en planten. Kom ik tegen. Als je het googelt, vind je ook bijna niks. Kampernoeltje, ik heb het wel goed geschreven. Afbeeldingen drukken dan maar. Geen afbeeldingen, kampernoeltje. Huh? Ik vind alleen maar hele rare websites. Ik zie agaricus. Iets met landbouw. Ik zie hier champignon. Ja, het is een paddenstoel, zo te zien. Oké, nee, tot nu toe. Het ding is hier vooral in de game is heel moeilijk. Want ik heb vaak, in beide gevallen van deze vraag, had ik een gevoel van ik denk dat het dit is. Maar dan is toch de vraag, ga je er hulplijnen op zetten of niet? Weet je, wel aan de ene kant door, maar je wil ook de hulplijnen bewaren voor later. Van het, winnen van een miljoen het is blijkbaar een paddenstoel, maar het is echt al redelijk hip zo shit, want ik kan er op internet niks over vinden. Dat dit het juiste antwoord is. Dit welke is Griekse godin moment. Is de afbeelding beeld Venus van Milo? Goed beantwoord. Is de beroemde beeld Venus van Milo een afbeelding? Pittig zeker dat Afrodite is. Eigenlijk is het ook gewoon Venus. Venus en Afrodite zijn namelijk dezelfde persoon. Het is Afrodite. Je besloot te spelen en 7500 euro op het spel. Gaat nu opeens best wel lekker eigenlijk. Behalve dat twee keer. Dat was de juiste beslissing. Maar het was twee keer. Als ik moest gokken, zou ik daarvoor gaan. We zouden nu nog in de game zitten in principe. Hé, hey, dat is een klein beetje eergevoel te halen. Ik moet je ook zeggen.
Ik geloof dat in Nederland op een televisieprogramma nog nooit iemand een miljoen heeft gehaald voordat je gaat lopen doen. Ik moet zeggen, het Nederlands televisieprogramma, bijna iedereen valt af bij 16.000, 32.000, 8.000. Een beetje die hoek gaan ze de meeste eruit. Als je hebt laten trepaneren, wat heb je dan? Brandmerk, geen lichaamshaar, neuspiercing of een gaatje in je hoofd? Je hebt laten trepaneren. Of een gat in je hoofd gemaakt aan brandmerk. Geen lichaamshaar, dat is epileren natuurlijk. Als ik moest gokken, zou ik gaan voor... moeilijk. Ik zou twijfelen tussen brandmerk en een neuspiercing. Laten we een emo gaan bellen. Die weten laten dit soort we dingen. Laten we hopen dat een van je vrienden het antwoord op deze vraag... Anne van 14 is sowieso een emo. Paarden, auto's en reality TV? Ja hoor, kom maar door. Oh, fuck. Anne, dit weet jij. Please, girl. I love you. Ik denk dat het D is. Oh, als je het fout hebt, ik vermoord je. Ik heb het idee dat je alleen opzoeken. Nog maar meer gaat drijven. Ga je mee met het gegeven antwoord of kies jezelf? Trepaneren. Ik ga ooit nog wel een keer proberen mijn eer te bewijzen. Ik ga dit spel nog een paar keer spelen op livestream. Verdien die 8 euro nog een beetje terug. Wat is het? Doorboren. Boren door de hersenpan. Dan zou je zeggen, gaatje in je hoofd. Trepaneren, wiki woordenboek. Ja, maar wat is het dan? Het schedeldak. Oké, het schedeldak doorboren. Dus, Anne had het fout. Het is een gaatje in je hoofd. Het is waarschijnlijk voor hersenoperaties en dat soort dingen gaan ze trepaneren. Weet je het zeker? Ga je 32.000 euro... Denk het wel, hoor. Denk het wel. Jazeker, want het antwoord is... Nee, was ik denk wel de fout ingegaan. Ik denk niet dat ik voor gaatje in je hoofd gaan zou zijn. Nog 4 vragen en 4 antwoorden en je wint 1.000.000 euro. Vraag 12 is 64.000 euro. Hoe heet de zware toren die in een middeleeuws kasteel als middelpunt fungeerde? Een kanteel is dan gewoon een ding wat je zeg maar, hebt in de randen van het kasteel. Het is wel een kasteelding, maar het heeft er niks mee te maken. Ik denk dat het een Ravelijn is, aangezien je bij de Efteling die show Ravelijn hebt. Dus ik ben schokken, zou ik voor Ravelijn gegaan zijn. Oké, publiek. Waarom gooi je publiek eigenlijk op? Ik weet direct zeker dat Ravelijn is. Ik even googlen. Deze klaar om te Ravelijn stemmen. Nu. Beetje zonde van publiek, maar sure. Zeggen die ook Ravelijn? Hoef ik niet op te zoeken. Ik ben benieuwd of je nu ook alleen maar shit vindt over de Efteling als je het opzoekt. Het is een kleine hoeveelheid. Ik dacht een ravelijn is een buitenwerk van een vesting. Het is een vijfhoekig of redanvormig versterkt eiland dat zich omgeven door een extra ravelijn in de vestigingsgracht bevindt. Ravelijn Park Show Efteling. Oei. Wat is dan een donjon? Het heeft in ieder geval iets met kastelen te maken, dat gaat de goede kant op. Is een middeleeuwse verdedigbare woontoren, al niet opgebouwd op een motte, de eerste donjons waren van hout. Maar staan ze in het midden? Vijf kamers, zelfstandig bouwwerk. In veel gevallen werd rond de donjon in de loop der tijden andere gebouwen opgetrokken. Of werd de donjon opgenomen in een ommuurde vesting. Die zich ontwikkelen als een kasteel. Dus ik gok dat het een donjon is. We kunnen nog even kijken wat een bastion is. We leren wel weer veel met z'n allen, ja toch? Hey, we leren dat ik dit niet weet. Maar ik weet niet hoeveel van jullie dit wel weten. Het zijn gewoon best moeilijke vragen. Je krijgt best wel veel geld ervoor in het televisieprogramma, oké. Ik vind alleen een videogame gaan aan Bastion. Hij is in de aanbieding, dus. Een Bastion. Ik heb hier gevonden de Wikipedia over het bouwwerk. Nee, het is een vorm van een muur. Dus het zal wel een donjon zijn. Als dat het juiste antwoord is... Ik hoop het wel, vriend. 64.000 euro. Doe even vragen voor scheikunde. Geen enkele vraag over gehad, gewoon. Houden. Het is het juiste antwoord. Je bent yes! Het is nog steeds spannend, zelfs met als je het mag opzoeken. Een klein fortuin verdiend. Wat is de echte naam van de rapper? Meer van Puff Daddy. Verdubbel het bedrag. Ik zou zeggen, gooi allemaal geld op niet MC Micah G. Dat is niet je echte naam. Dat is gewoon weer een andere rapnaam. In principe is Parrish Crooks logisch, want Puff Daddy, Parrish Crooks. Weet je wel, op die manier. Als ik moest squeezen, zou ik voor Puff Daddy gaan, puur omdat, of voor Parrish Crooks gaan, omdat ja, waarom zou je anders Puff Daddy heten? Zijn het opzoeken? Puff Daddy Wikipedia ofzo? Hij is vast wel bekend genoeg om zijn eigen wiki te hebben, toch? Wikipedia. Ik heb Sean Combs. Ja, dat was een beetje tussen Sean Combs en Parrish Crooks, want die anderen zijn meer weer bijnamen. Het is Sean Combs en niet Parrish Crooks. De spanning in de studio is te snijden. Iedereen wil weten of je 125.000 euro gewonnen hebt. Jawel, je ligt koers voor 1.000.000. Yes, 1.000.000!
Je doet het echt fantastisch. Nog 2 goede antwoorden en je kunt jezelf miljonair noemen. Oh man, ik ben al een klein beetje fan van Joost van der Vondel. Dus ik denk dat ik wel met een redelijke zekerheid, zonder op te zoeken, durf te zeggen dat Joost van der Vondel is geboren in Keulen. Voor 125 miljoen euro op het spel, Keulen. Speel je daar is door Joost voor geboren. Miljoen euro je zou zeggen Amsterdam, Vondelpark, hè? Nope. Je speelt voor het miljoen. Je gaf me een goede antwoord. In ieder geval dat je dacht, Rick, ben jij fucking slim? Ik heb deze vraag al gehad. De vorige keer dat ik... Ik heb geen idee wie Joost van der Vondel is. Eentje en je wint 1 miljoen euro. Dit is heel kut. Heel veel succes. Hier komt de 15e en laatste vraag. Wat voor zaak runt de hoofdpersoon uit het boek De Donkere Kamer van Damocles? Ik heb dit boek liggen. Ik heb dit boek gehad als boekenweekgeschenk. Nou is de Donkere Kamer, suggereert sowieso een ontwikkelingskamer voor foto's. Dus een fotozaak zou heel logisch zijn. Voor mij was het ook een fotozaak, ik zou moeten gokken. We hebben ook een stukje van de film gezien, geloof ik. Is er een film van of ben ik erbij met een andere film? Weet je wat, we gaan voor de zekerheid even googlen, want we willen een miljoen pakken. Maar als ik moest gokken, zou ik oprecht zeggen dat het gewoon een fotowinkel is. Maar het is, de vraag is voor een miljoen, dat ik heel erg begin te twijfelen. De Donkere Kamer, je vindt meteen 10scholieren.com samenvattingen waarschijnlijk. Kamer van Damocles. Ik heb het boek niet gelezen, dus voor de duidelijkheid. Misschien een paar van jullie wel. Willem Frederik Hermans, scholieren.com. Kom maar met die samenvatting. Waarschijnlijk eerste paar zinnen meteen. Ik heb echt 10 samenvattingen meteen. Ik heb er eentje van Laura met een 6.9. Laura, kom erop. 6e klas VWO, precies. Samenvatting. Is de zoon van een sigarenwinkelier. Kijk eens aan. Laura, al mijn geld... Puur op jouw kennis, het is een sigarenwinkel. Weet je het zeker? Laura, 6 VWO. My girl. Al mijn geld. In jou. Nu. Laura, kom maar door. Het verbaast me dat je besloten hebt deze vraag te spelen. Je kunt hiermee 234.000 euro verliezen. Ja. Maar dat is niet het geval. Je hebt het juiste antwoord gegeven. Wat een fantastische prestatie. Je bent lid van een hele exclusieve club. Fucking exclusieve club, jongen. Je hebt 1 miljoen euro gewonnen! Yes! Nee, even kijken voor deze aflevering van de XXL Gameplay. We hebben vandaag weer geleerd hoeveel ik niet weet. Weet je dat meteen weer? Ik wil zeker nog een keer de tweede editie van de game spelen. Ik ga zeer zeker proberen mijn handen op die game te kunnen zetten. En sowieso, ik ga deze game nog een keertje spelen op een livestream. Want het is best een leuke game om te streamen. Ik kan voor de rest niet beloven dat er morgen heel veel video's komen. Want ik moet echt heel hard gaan werken voor mijn presentatie van morgen. Dinsdag heb ik meteen de ochtend, normaal gesproken vrijdag, gaan ze weer verstandskiezen trekken. Dus misschien zelfs dinsdag weer geen video's. Ik ga heel erg mijn best om nog wat content voor jullie online te gooien. Maar ik heb het echt heel erg druk de komende paar dagen. En ik kan deel van de tijd niet praten. Maar hoop ik voor je deze video leuk. Desnoods kijk even alle XL Gameplay video's terug. Linkje staat in de beschrijving. Doe het duimpje omhoog als je hem leuk vond. Tot de volgende aflevering van de XL Gameplay. Hartelijk bedankt voor het kijken. Jij en ik zijn nu samen. Lotto, een weekend, een miljonairs. Heel veel kijken. Doei!